Goedemorgen, het is vrijdag. Ik moest net heel hard niezen. Wat hebben wij gemaakt, Niels? Heet. Heet is het, hè? Ik wil disco. Ja, maar wat heb je gemaakt? Honing. Ja, thee met honing en melk, hè? Net als buurman Brombeer dat doet. Dat mag niet uitkomen. Dat is Niels' nieuwste hobby, thee met honing en melk maken. Naar aanleiding van het boek van buurman Brombeer. Dus dat gaan we nu lezen. Lekker? Ik ben lekker. Ben ver van de bewoonde wereld en dat bevalt hem uitstekend. Kijk, hij is daar hout aan het hakken. Kijk, eens eentje. Wat ik op vrijdagochtend even doe is dat Niels kijkt altijd onder het tandenpoetsen, mag die tandenpoetslied kijken. Tenminste, 's ochtends, 's avonds niet. 's Avonds zingen we zelf. En dan poets ik ook, want ja, dat poetsen van hem is nog een beetje niet op het juiste niveau, laten we het zo zeggen. Maar dan zet ik hem daarna even achter de tablet. Nu, hij ziet nu dat zandkasteel, kijk, vind ik echt verschrikkelijk. Maar goed, hij wilde dat, nou prima. Toen kwam ik toevallig achter dat liedje aan. Nou, oké. En wat ik dan altijd doe is even, zeg maar, de basis opruimen. Zoals gisteren vaat was vergeten, dus die heb ik nu aangezet. Er zit een wasje in, een wasje van de lijn gehaald. Ga ik zo even opvouwen. Een van de dingen die aan de lijn hing is deze Tula draagdoek. We hadden er eentje van By K. En ik ga even een beetje weg van de muziek. Zo. We hadden er eentje van By K. En kan ik hier zitten? Is dat heel erg donker? Nou, dat komt goed. En die vond ik wel heel fijn. En we hebben hem ooit gekocht omdat ze zei dat hij makkelijk zelf om te doen was. Maar onze ervaring leerde dat wij dat niet helemaal zo vonden. En ik dacht, met een tweede ga je natuurlijk veel meer gebruik maken, denk ik, van die draagdoek. Omdat je twee kinderen hebt. Dus als je dan eentje even in de draagdoek doet, dan kan je die ander ook nog iets mee doen. En nou, ik wil niet de hele dag met mijn kind in de draagdoek lopen. Dat is A, niet goed voor mijn lijf, want ik heb gewoon zwakke nek en rug, zeg maar. En B, ja, denk ik, ja, op een gegeven moment moet ik ook weer aan het werk. Dus dan, als zo'n kindje dan een gewenste deel zeg maar aangeplakt te zitten, dan gaat het ook niet goed. Maar wel gewoon, dat je gewoon iets meer, omdat je niet meer al je tijd aan één kindje kan, wil ik dan wel wat, nou ja, dat je snapt wel, iets meer quality time dan, zeg maar, in de draagdoek. Is dan een soort van vervanging van dat je de hele tijd natuurlijk alleen met het ene kindje bezig bent. En dan kan je ook nog ondertussen met je andere kindje. En bijvoorbeeld ook als ik Niels naar het kinderdagverblijf zo moet brengen, dan kan je nog het kindje in de draagdoek doen en Niels gewoon op zijn fietsje of dat soort dingen. Goed, anyhow. Dus ik wilde een draagdoek en daar hoor ik hele goede verhalen over de Tula draagdoeken. Dus ik dacht, dan ga ik dat gewoon doen. Maar die zijn best wel duur, iets van €150 of zo. Dan moet je ook nog zo'n baby insert kopen. En deze heb ik besteld op Marktplaats. Dit was een van de motiefjes die ik heel leuk vond. Die grijze met die pijltjes. Nou, ze hebben echt heel veel gave designs. Dit vond ik een van de leuke. En Sven ook. Niet heel onbelangrijk, want die moeten natuurlijk ook mee lopen. Sterker nog, als we samen zijn, zal hij er vaker mee lopen. Juist om mijn rug te ontzien. Dus die heb ik besteld en die heb ik van de week binnengekregen. Ik dacht, gaan we wel even wassen. Dat vind ik dan wel zo hygiënisch. Dus die heb ik gewassen, net als de baby insert. Die zijn nu droog, dus die leg ik in de kast. Maar dit wordt afzien, want we hebben carrot cake. Ik had het meer. We eten zoete aardappelstampot. Oma gaat thuis. Mijn mama is thuis. Nee. Zo, ik zit lekker op de bank. We zijn alweer een paar uur verder. Ik heb weinig gefilmd vandaag. Ik weet het ook niet. Ik ben vergeten achter. Ik weet niet of ik het verhaal van de slofjes al had verteld. Ja, toch? Nou ja, goed. Dat zijn ze nog. Ik zit op de bank. Ik heb een beetje nootjes. En ik kijk Louis Theroux. Dat vind ik altijd heel fascinerende documentaires. Of ja, hoe je het dan ook wil noemen. Taartje eten was heel gezellig aan het vriendinnetje. En daarna was mama hier nog eventjes. Want die paste daarvoor natuurlijk op Niels op. Ik heb nog steeds bubbels. Ben ik mee klaar mee. Daar doe ik niks aan.
En ik zit lekker op de bank al met slag. Dat is echt heel schattig bij me. Ik heb er een foto van gemaakt voor Instagram. Kijk nou. Zo knieuwd. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. Het is 8:08. En we gaan zo even naar de kapper. Ik ga even met Niels naar buiten. Ik heb me opgemaakt. Maar ik heb mijn haar niet gewassen, wat ik normaal wel doe op zaterdag. Oh ja, normaal sport ik op zaterdag, maar ik ga niet meer de Zumba doen. Want ik merk dat het nu toch een beetje te veel vraagt van mijn lichaam. Dus ik ga meer met een zwangerschapsclubje sporten. Maar ik moet nog even regelen. Dus ik ga nu gewoon thuis sporten. Ik denk vanmiddag of zo, vanavond. Vandaar waar ik dacht, ik ga mijn haar niet wassen. Want dan ga ik dat morgenochtend, ben ik alleen. En dan heb ik alle tijd. Dus dan ga ik dat lekker doen. Dus ik dacht, vandaag heb ik toch verder geen enkel plan. Ik denk dat ik gewoon lekker weer een beetje ga opruimen. In het deel wat straks Niels' kamer wordt. Dat ik daar gewoon een beetje ga opruimen. Dat soort dingetjes zijn vooral ook gewoon lekker gaan relaxen. En Sven gaat dus met Niels naar mijn schoonouders. En hij vroeg aan Niels, waar ga je vandaag naartoe? Opa en oma. En wat ga je dan doen? Naar de Efteling, zei hij. Dat is dus zeg maar ruim 3 maanden geleden dat we daar geweest zijn. En ineens zegt hij dan dat hij naar de Efteling gaat. Nou, dat vind ik dan toch wel weer heel fascinerend hoe dat dan werkt in zo'n brein van zo'n kindje. Zo, wij zijn even bij de... Nu gaan we even een pakketje wegbrengen. Niels is inmiddels wel ver vooruit gefietst. Holde wacht eraan. Maar hij wacht wel netjes altijd. Ja, daar is hij weer. Even een beetje opladen. Ik heb net een filmpje opgenomen. En ik ga even uitrekenen wanneer deze online komt. Momentje. Nadenken. Ja, als het goed is. En je hebt woensdag gekeken. Dan weet je het geslacht van de baby in mijn buik. Mocht je dat niet zien hebben, kijk het vooral. Dan verklap ik het nu nog even niet. Nee, verklap ik nu nog even niet. Gaan we even de video kijken. Ik heb hem nu nog niet bewerkt. Ik heb geen idee of die leuk is geworden. Het was een beetje chaotisch. Maar ja. Ik heb net een filmpje opgenomen. Weer een zwangerschapsupdate. En ik ben ondertussen en ik druk bezig met al mijn... vlogs van de afgelopen tijd exporteren naar mijn harde schijf, de externe harde schijf. En toen was ik leuk aan het filmen. En toen viel de pc uit. Dus nu moet ik die weer even aanzwengelen. Ik moet sowieso echt even ruimte maken op mijn pc, want die wordt er echt niet sneller op. En ik kreeg iets binnen van de zorgverzekeraar. Het is dus een agenda waarin je zeg maar, allemaal weetjes krijgt en dingen over, namen, what would it be? Hier kan je dan zelf iets opschrijven, wat grappig. Do's en don'ts van eten, wat grappig. Hier. Kennen we ook wat mee. Zwaar zijn kost iedere dag ongeveer 2 uur extra energie. Ben je 8 uur in touw, dan zijn dit voor jouw gevoel 10. Niet gek dat je moe bent aan het einde van de dag. Ik zal het eens even doorgeven. Ik heb inmiddels een trui aan. Ik had er geen kracht voor. Ik heb een pakketje binnengekregen van Feel Unique. Gewoon zelf besteld. Ik zag namelijk dat mijn geliefde Bare Minerals Complexion Rescue in de aanbieding was. Ik dacht, ik hoop niet dat hij uit het assortiment gaat. Maar in ieder geval heb ik een backup. En ik zag dit heerlijke Rituals ding. Dan dacht ik, heb ik geen verzendkosten. Ik heb nog iets gekocht hoor. Ik ging namelijk eigenlijk voor iets anders naar de site. Maar ik dacht, dan heb ik geen verzendkosten. En ik vind het altijd ook wel hele mooie verpakkingen. En ik dacht, ik vind het belangrijk om het vaker in bad te gaan. Een momentje voor mezelf te pakken. Dus mijn Zoella, Zoella sop is bijna op. Dus dit is een goede nieuwe vervanging. En ik vind deze lijn altijd wel lekker ruiken. Ach, love it. Dus deze Rituals of Sakura Heavenly Bath Foam. En waar ik eigenlijk voor naar de site ging was deze. Dit is de Tanya Burr Selfie Lash Mascara. Ik weet niet waarom. Ik heb dus niet dat ik geen mascara meer heb liggen. Mijn ene mascara is wel bijna op. Maar ik heb op zich wel wat dingen liggen. Maar ik was gewoon heel benieuwd. Nieuwe.
Want volgens mij zag ik hem zelfs bij haar zelf. En ik vond echt het effect heel mooi. Dus ik dacht, weet je, laten we het eens proberen. Dit is hem. Het ziet er gewoon echt heel erg als een basic mascara uit. Maar ik vond het effect bij haar in ieder geval heel mooi. Dus die ga ik zeker testen. En dan zitten er nog, even kijken, 2 proefjes in. Van Mugler Eau de Toilette Angel Muse. Ik ruik nu vooral rook. En deze, de Luminous Silk Foundation van Armani. Waar ik heel benieuwd naar ben. Maar ik weet niet welke kleur dit is. Dus het kan ook heel erg tegenvallen. Staat er niet echt op. Normaal staat het wel op. Ik heb 1 vlog, wordt nu geëxporteerd. Dat betekent dat ik even niet zo op mijn pc kan doen. Dus dan ga ik even lunchen. Met een broodje. En ja, zullen wij dan even lekker op de bank een filmpje gaan kijken binnen? Of een serie. Ik ben nu met Big Little Lies bezig. Oh, een fascinerende serie. Dus ik denk dat we dat gaan kijken, hè, Mittens? Denk jij dat ook? Mittens denkt het ook. Mittens is gek op verpakkingen. Dat is wel ook leuk. Met veel Bath & Body. En we zijn er weer een paar uur verder. Ja, ik beleef niet zoveel. Ik ben gewoon in mijn eentje. Met name aan de site bezig. En ondertussen ben ik allemaal foto's van mijn telefoon naar mijn SD-kaartje aan het doen. En ik ga het nu van mijn SD-kaart naar mijn harde schijf. Nou goed, dat soort dingen. Ik heb een lekkere pasta gemaakt. Met rucola en tomaat en ui, knoflook. Dat soort onruim. En die ga ik heerlijk op de bank opeten. Nom nom nom. Ik ga deze bakbom gebruiken, de Sakura van Lush. Kijk eens hoe mooi. Love it. Nou, je ziet hem niet meer, maar hij ligt erin. Ik ga lekker in bad. Nou, het bad was heerlijk. Ik heb nu dit Vespa Bamboo Sheet Mask van de HEMA op, maar ik vond die met argan beter. De geur die hier van afkomt, nou ruik ik alles natuurlijk sowieso een beetje sterk. Maar dit ruikt gewoon een beetje naar toiletreiniger. Maar ik laat hem opzitten. Het schijnt te kalmeren en te reinigen. En te moisturizen. Kalmeren doet het nog niet, want ik vind het echt een redelijk heftige geur. Maar ik ga nu lekker theetje zetten en dan begint hier de borrel. Ik zit nog even de laatste dingen voor mijn site af te maken. Ik ben nog niet zover als ik zou willen. Misschien dat ik morgen nog wat doe, maar ik heb ook nog niet mijn andere missies gedaan die ik van plan was. Dus ik moet even kijken, maar ik heb via Smol gekeken. En dat was weer spannend. En ik had weer een groen scherm. Dus dat is heel fijn. Ik sta met stip op 1 in het poeltje inmiddels. Alleen het erge is, dat ik zag dat Sven niet heeft ingezet. En het stomme is, ik dacht vanmiddag nog, moet ik even tegen hem zeggen, van heb je al ingezet? Maar eigenlijk zetten we altijd meteen na de aflevering in. En dan passen we eventueel nog aan, if necessary. Want je zal het maar vergeten. Maar dat heb ik volgens mij niet letterlijk aan hem gevraagd. En ik zat dus te kijken, zeg maar, bij onze groepscores. En toen zag ik bij Sven alleen maar aflevering 1 en 2 staan. Dus ik stuurde hem dat. Hij wil natuurlijk niet kijken, want dan weet hij al hoe of wat. Maar ik zei, weet je zeker dat je hebt ingezet? Hij zei, ja, dat weet ik zeker. Maar ja, toen begon hij natuurlijk ook te twijfelen. Dus nou ja, hij moet eerst maar een aflevering kijken en dan moet hij maar zien. Maar volgens mij heeft hij niet ingezet. Oh, dat masker trouwens heb ik helemaal niet verteld. Dat is op zich mijn huid nu wel heel zacht. Maar het was heel naar koud de hele tijd. Dus ik dacht dat het stond dat het kalming was. Nou, ik vond het helemaal niet kalming. Ik dacht, wanneer mag die vrieskist van mijn hoofd af? Dus misschien in de zomer heel lekker, maar nu niet. En toen het er af was, is het ook nog heel lang heel koud geweest. Dus alsof je een soort fix vapor op je gezicht had gesmeerd. Nou goed, ik vond het niet echt wat. Dus ik zou het niet per se aanraden. Die ander wel, die met argan. Goed, ik ga lekker iets kijken in bed. Met Mittens, hoop ik. Kom je erbij, Mittens? Goedemorgen, je ziet me bijna niet. Maar ik lig heerlijk in bed. Het is zondag. En het is nu... tien voor 8:30. Ik werd om 7:10 wakker. En het is een heel grappig feitje. Mag ik weer bij het licht zitten? Ik werd om 7:10 wakker. En in mijn vorige zwangerschap werd ik ook altijd stipt om 7:10 wakker.
En de grap is nu dat de wekker van Niels nu om 6:50 staat. Dus nu is het heel logisch dat ik om 6:50 wakker word. Maar dus ook op dagen zoals deze, dat Niels er niet is, word ik dus gewoon om 6:50 wakker. Het is heel bijzonder. Ik ben daarna nog gewoon eventjes nog aan doordutten tot 8:00. En nu lig ik lekker filmpjes te kijken in bed. Heerlijk, heerlijk. Ik had ook om 6:50 en toen werd ik wakker en toen dacht ik, ik kan nu gaan bedenken wat ik allemaal wil doen. Toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen, want dan word ik wakker. Ik ga nu denken over waar ik over wil dromen. En toen dacht ik, oh, weet je, zou ons tweede kindje, want ik weet nog niet helemaal zeker of jullie nou de vlogs hebben gezien, maar goed, je moet maar even kijken. Ik denk dat afgelopen woensdag de gender reveal, zeg maar, is geweest. Maar zou ons kindje lijken op Niels, zeg maar, zowel qua uiterlijk als qua innerlijk. Want zeg maar één kind van jezelf hebben vind ik al heel bijzonder, hè? Dat je dus, nou ja, jouw genen doorgeeft. Maar hoe is het dan bij een tweede? Bijvoorbeeld mijn broertje en ik leken als kinderen wel echt op elkaar. Nu zie je nog steeds heel duidelijk dat we familie zijn. Maar mijn broertje heeft echt een grote bos rossig haar en een beetje een rossige baard. Nou, rossig haar valt wel mee. Zo'n beetje donkerblond, roodachtig haar. En dan zo'n rossige baard. En mijn broertje is gewoon voor een man niet super lang. Hij is wel natuurlijk langer dan ik. Hij is ergens 1,80 of zo. Maar echt mega breed. Terwijl ik ben juist... maar mijn broertje was altijd heel klein en iel. En ik was juist wat breder. Dus we zijn elkaar een beetje... heel gek hoe dat gaat. En ik had vroeger juist veel donkerder haar. Ik ben zeg maar, we zijn in tegenstelde richting opgegroeid, om het zo te zeggen. Heel fascinerend. Maar bij Sven, zijn broers zijn echt, nou ja, ze, zeg maar, de ene heeft iets grotere oren dan de andere. En de andere heeft een iets grotere neus. En de ene is wat langer. Maar dat is echt zeg maar, ja, drie meer, nou ja, echt wel heel dezelfde mensen. Dus ik vind het heel fascinerend om te zien. Ik ben gewoon heel benieuwd of dat ook zo is, zeg maar, bij Niels en ja, het tweede kindje in mijn buik. Ik ga een heerlijk ontbijtje maken met bramen en frambozen. Dat maak ik me nou feest. Normaal was ik die nooit, maar nu doe ik dat maar wel. Zwangerschapstechnisch gezien. Dit is mijn ontbijtje en ik ga met opmaken in ieder geval weer deze gebruiken. Ik weet nog niet welke kleuren, maar iets in ieder geval. Zoals ik gisteren al zei, is mijn mascara bijna op en ik doe hem net open. Check dit. Eeuw. Ik ga even die mascara testen. Ja, jullie kunnen het niet heel goed zien hoor, maar wat een idee. Ik ben heel benieuwd. Borsteltje is echt heel flexibel. Kijk, dit is dus, het is best wel een mooi effect. Kijk, dit is zonder, wel gekruld. Ja, I like it. Wel een mooie mascara. Is gewoon, ja, heel veel volume en lengte. Zeg maar, hij separeert heel mooi, laat ik het zo zeggen. Ze worden niet echt dikker. Ik hou op zich ook wel van dikker, maar dat is gewoon een kwestie van laagjes. En dus heel veel volume en separatie. Dus, goed. Je single, vertel iets. Ik heb kamer in mijn huis. Oh, lief. Zeg, dat is toch echt het schattigste aller tijden. Ja, ik laat natuurlijk niet zijn gezicht zien. Maar goed, daar hoeven we niet elke keer over te hebben. Maar dit was... Ik had een filmpje opgenomen. En toen wilde Niels. Toen dacht ik, oké. Okay. Maar hij ging echt de knopjes aanzetten. Dan ging hij zo zitten. Nou, het was echt te cute. Ik heb echt 4 van deze filmpjes. Iedere keer wilde hij nog een keer. Dan ging hij weer een liedje zingen. Nou... I melt, I just melt. Ik heb inmiddels mijn haar uit mijn handdoek gehaald en geworsteld waar dat zit. Ik heb even een echofoto in een lijstje gedaan. Die ga ik even op Niels' kamer zetten. Ja, jij mag het openmaken. Ik
Ik heb een cadeautje gekregen. Niels mag het openmaken. Oh, wacht. Misschien laat ik het nog even niet zien, want ik weet niet of het... Het geslachtsverraad. Het geslachtsverraad. Zo, kom maar lekker uit. Niels en Sven zijn aan het koken. Pizza aan het maken. Ja. Ja, maar wel op het plankje. Ja, maar daar ook het snijden op doen. Kijk, moet ik het voordoen? Kijk, ik moet dit op het plankje leggen. En dan... Nice. Ja. Buurmeisje is net weg. Buurmeisje is net weg, was heel gezellig. En nu, het is nu 6 uur, dus we gaan zo eten. Ik ga even iets kunstvertabels aandoen. En de zwemmer nog even nadenken of hij wie is de mol terug wil kijken. Hij weet het nog niet. Want hij had inderdaad zijn scores niet berekend, dus hij is een beetje... Hij voelt zich een beetje genaaid. Ik weet niet of we dat zo mogen zeggen, maar doe maar gewoon, hè. We hebben lekker pizza. Hey. Ik heb altijd een hele simpele. En Sven die heeft altijd een grote fiesta. En dus is met de vingerpoppetjes aan het spelen, hè, Niels? Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ik ben Saka. Nee, wacht even. Doe maar het zo. Andersom, hier, hier zo, waar mama's hand is. Kijk. Huh? Zeg maar, hallo, ik ben het varken. Ik ben Zaka. Oh, en wat gaat het varken doen dan? Ik moet de paddenstoel. Ga je op zoek naar de paddenstoel? Ja, paddenstoel, ja. Ja. Kabouter, die noemt nu zo uit de paddenstoel. Hey, yo. Oh. Hey. Help! Leef je van mijn schoot? Oh, wij zijn er. Lozano zelf. En de jong vraagt zich af, waarom ik niet? Het is weer zondag, dus tijd om het bed op te maken. Maar er ligt nog iemand, weet je... In het beddengoed, hè, Meeuwens? Ja, lig je zo lekker. Dat doet ze dus altijd op zondag. Dan gaat ze in het dekbed liggen. Nou, wij gaan even mijn mitsen bed opmaken. En dan denk ik dat ik hem ook afsluit voor vandaag. Of voor dit weekend eigenlijk. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ook al was het weer niet heel spectaculair. Binnenkort ga ik een weekendje naar Londen. Dus dat wordt sowieso leuk. En tot die tijd, ja, ik ben gewoon zwanger, dus en, iets minder actief, denk ik. Nou, doet er ook niet toe. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doeg! Oh, en er is dus afgelopen woensdag of aanstaande woensdag is de gender reveal. Doeg!